De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liep de lijntje tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Met Jan Alberts, kunt u Mark de Moor even voor me roepen? Het is namelijk dringend. Ja, helemaal niet. Mark, Mark, die is telefoon voor je. Hallo, met Mark. Met Jan, wil je me opkomen halen? Is je fiets stuk? Nee, dus loopt hier een eend rondom het huis. Zijn alle deuren op slot? Hij kan toch niet naar binnen? Nee, maar ik durf niet naar buiten alleen. Blijf daar, ik kom er nu aan. Zullen ze hem hebben? Oh, een rode wijn en een chudeau. Allemaal Haagse bakjes, Bert. Ja. Anita? Nee. Hey, dank je. Ik ga eruit naar binnen. Ja, ik moet even weg. Wat ga je doen dan? Jan ophalen. Echt, god, wat romantisch. Nou, ik zou niet weten wat er romantisch is aan een gluren. Ja, Jan wordt de laatste tijd lastiggevallen door een of andere engert. Zal ik met je meegaan? Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ik ben zo goed. Hey, Peter. Hey. Hey, waar is Anneke? Oh, die is niet mee. Die had niet zo zin in een feestje. Nou, wat jammer zeg. Nou, is niet zo jammer. Ze begon me toch te irriteren. Nou. Nou, ik moet gaan. Ik zie jullie straks. Oké. Okay. Ja? Pas op. Hey. Hey, hallo. Linda Dekker. Linda. Dit wilden we jou aanbieden. Het is van Mickey, Anita, Peter en van mij. Oh. Als aanmoediging. En voor het geval je hem nooit echt krijgt. Dankjewel. Ik hoop niet dat je bijgelovig bent. Je kan er ook altijd nog iets anders in doen. Voorzichtig nou. Nou ja, het is een wissellijst. Oh, zie je. Wat leuk. Is mooi, hè? Dank je. Hé. Hey. Arnepaar. Ik hoop niet dat je zoveel hits scoort als Roos in deze bos zit, want dan zie ik je helemaal nooit meer. Gefeliciteerd. Wie is daar? Ja, ik, Mark. Hi. Ik was zo bang. Hey, wat is het allemaal van die man? Hè? Het is een man die door mijn vader ontslagen is. En hij was van de week hier ook wel aan de deur. Ze zijn heel vreemd. Het is geen gewone gluurder dus. Nee, ik weet niet wat hij wil. Hey, en heb je de politie gebeld? Nee. Wat moet ik nou zeggen? Hij heeft me toch niks gedaan? Hij heeft me twee keer bang gemaakt. Hij sluipt door de tuin, Jan. Daar heeft hij helemaal niks te zoeken. Wat wil je dan? Wachten tot je overvallen wordt? Nee. Hey. Waar is je tante? Laat komt ze thuis? Laura is op vakantie. Ik ben alleen. Papa komt over een week pas thuis. En die man is al eerder geweest. Ja, dat zei ik toch net? Idioot, waarom heb je mij dan niet gebeld? Omdat ik kwaad op je was. En toen ik bij je wilde komen, toen wilde ik je gaan vertellen, maar ik kreeg alweer ruzie. Zo. We moeten het aangeven. Wie weet komt die idioot nog een keer terug. Nou, we bellen de politie. Ja? Kom op. Ahari dini, inderi dini, sali dini, megi dini, tamyudin dini, adiya dini, avigadi dini.
Eindelijk hebben we u gevonden. Ik begon me al zorgen te maken toen jullie zo lang wegbleven. Waar is Simon? Die is nog aan het onderhandelen met iemand. We konden het niet alleen vinden. Ik was al bang dat die routebeschrijving tussen meer was. Heeft u al nieuws over Annette? Ze is inderdaad hier geweest, ja. En waar is ze dan nu? Te spijt me dit te moeten zeggen. Je vrouw is vlak bij deze plek een paar dagen geleden overleden. Ik geloof het niet. Oh, Simon. Kan niet. Waar is ze dan gestorven? Heb je haar gezien? Nee. De plaatselijke autoriteiten hebben haar geïdentificeerd. Die kunnen zich vergissen, net als in het ziekenhuis. Dit is toch haar paspoort? Nee, dat zegt toch niks? Kan gestolen zijn. Ze droeg deze ook, alsjeblieft. Het spijt me vreselijk dat het zo afgelopen is. Waarom zou jou het spijten? Je hebt er toch een mooi verhaal aan overgehouden? Ik geef toe. Aanvankelijk heb ik jullie daarom geholpen. Maar nu ik zo dichtbij ben, ik kan het niet opbrengen over je vrouw te schrijven. Ik zat net een brief aan mijn eigen vrouw te schrijven. Wat is er met Annette gebeurd na haar dood? Zij is naar een missiepost gebracht. Daar hebben zij begraven. Breng me daar naartoe. Alsjeblieft. Morgen. Nu is het te gevaarlijk. Waar blijft die politie nou? Ik weet het niet. Ze zei dat ze er meteen aan zouden komen. Duurt wel lang, hè? Ja, ik wil wel terug naar het feest. Ja. Het is niet mijn schuld, hoor, dat we hier zitten. Jij wilde dat ik belde. Ik zeg het ook helemaal niet dat het jouw schuld is. Zo klonk het wel. Dion Alberts. Ja, hallo met Michelle. Is Mark nog bij jou? Ja. Mark, Michelle. Hallo met Mark. Ja, waar blijf je nou? Je zou het toch alleen maar ophalen? Ja, ik zit op de politie te wachten. De politie? Ja, we hebben aangifte gedaan en die zou iemand langs zijn. Ja, ja. Nou, willen dat ze niemand vinden? Hoe bedoel je? Kom op. Jaloerse vriendin van je, die heeft die gluren vast verzonnen. Zodat jij bij haar blijft. Ja, doe niet zo raar. Ze wil zelf ook graag naar het feest. Ja, dat zal wel, ja. Nou, bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Het is echt heel gezellig hier. Leuk gesprek. Dian, alsjeblieft, niet weer, hè? Goedenavond. Goedenavond, mevrouw. U had gebeld vanwege een insluip? Ja, nou, er was een man en die liep rondom het huis en had de zaklamp en er scheen hij mij naar binnen. Nou, we hebben alles gecontroleerd en er is niemand te zien. Oh. De kust is veilig. Wij gaan weer. Maar als hij nou terugkomt? Dan belt u naar het bureau. En wij zullen sowieso vannacht nog een paar keer hier langs rijden. Oké. Okay. Bedankt. Alsjeblieft. Dag. Dag. Nou, zullen we naar het feest gaan? Michelle is er ook. Ja. Dan ga ik niet. Alsjeblieft niet zo kinderachtig. Wil je hier in je eentje blijven? In mijn eentje? Je kan toch met me blijven? Dian, ik zou je alleen opkomen halen, weet je nog? Nou, ga je mee? Als jij zo nodig bij dat stomme mens wil zijn, dan ga je maar in je eentje. Gewoon niet waar zijn. Ze leeft nog. Ze moet nog leven. Waar is die missiepost? Ik ga er naartoe. Dat kan niet, dat weet je. We moeten wachten tot het licht wordt. Ik ga nu. Die man van daarnet, die kan me toch brengen? Die is toch al lang weg? Dat wachten, dat wachten is moordend. Zo ziet hij er nu uit, hoor. Ik ben er ook niet bang. Ik ben heel trots op voor zijn haar. Zo, dat buiten. Kijk hoe mooi het is geworden. Ja. En dan moet hij ook ergens opstaan, hè? Hè? Jij wel een geschuurd hoes ontwerp.
Hier heb je het. En denk maar niet dat je zo makkelijk van me afkomt. Denk maar niet dat je het gaat maken omdat je toevallig mooie tieten hebt, hoor. Eruit nou, hè. Eruit! Want zingen kan je niet. Je kan niet eens playbacken. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Dames en heren, jongelui. Ik heb veel talent gelanceerd, maar zelden verliep de feestelijke doop van een eerste singeltje zo stormachtig. Dit moet de voorbode zijn van een turbulente carrière. Wow. Ja. En daarom lijkt me dit een prima moment, hè, om de trucendoos helemaal open te gooien en dat nare voorvalletje van daareven weg te spoelen met een prettige mededeling. Linda, meid, kom er even bij. Kijk. Van gratis plaatjes uitdelen wordt Linda natuurlijk niet rijk. En ik al helemaal niet. Nee, de schoorsteen moet natuurlijk wel blijven roken. Hè? En daarom geef ik, wat zeg ik, daarom geven wij met blijdschap kennis van de eerste promotietournee van Linda. Ja, ja, ja. Ik heb optredens geregeld in diverse Europese televisieprogramma's. Ja. Mensen, laat nu de champagne maar knallen. Ja. En niet zo somber. Wij bemoeien het niet mee. Ik zou niet durven. Nou dan. Ja, ik had niet zozeer dat opgewonden gedoe daar. Mm. Man, ik heb je het al zo vaak gezegd. Je weet toch hoe Linda denkt. Je weet waar ze mee bezig is. Zelfs als je het weet. En je houdt van iemand. Wat doe je dan? Probeer haar te vergeten. Probeer met andere dingen bezig te zijn. Andere meisjes. Ik weet het niet. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet dat het op korte termijn is. Ik reken op u. Je bent een uur te laat, of dacht je dat je dinertjes van je werktijd kan aftrekken? Hou op over dinertjes en sla niet zo'n toon tegen mij aan. We moeten nu overuren maken. Pieter heeft gevraagd of... Pieter Terlinger had mij mijlenver de keel uit. Die opdracht kunnen we goed gebruiken. Dus we moeten nog even doorbijten en vriendelijk tegen hem glimlachen vanavond op de borrel. Vind je het heel erg als ik daarvoor bedank? Ja, want ik heb op je gerekend. Oh ja, wat voor opzicht? Bij mij thuis wordt er aan de badkamer gewerkt. Maar jij hebt een representatief huis, dus ik dacht... Dus jij dacht dat ik dat beschikbaar zou stellen? Waarom huur je niet een zaaltje in de Rozenboom of zoiets? Ze zaten vol, ik was te laat met reserveren. Ik moet er niet aan denken om die vent nog een keer in mijn huis te laten. Het is maar voor één keer, bij wijze van hoge uitzondering. En mag ik er dan bij wijze van hoge uitzondering een dag vrij voor? Goed. Zodra we het wat rustiger hebben. En op voorwaarde dat jij de borrelhapjes verzorgt. Jij doet ook altijd alles op voorwaarde, hè? Maar goed. Ik haal een zak pinda's en een krat bier. Wel een beetje stijlvolle hapjes, graag. Kan ik u ergens mee helpen, mevrouw? Ja. Pakt u dit maar vast in. Ik wil nog even verder kijken. Dat kunt u gaan inpakken. Waarom gaat u niet? Wilt u meelopen naar de kassa om dit vast af te rekenen? Nee, geen sprake van. Wat denkt u wel? Zo laat ik me niet behandelen. Wat was er met die mevrouw? Volgens mij wilde ze wat stelen. Hey, hallo. Hoi. En hoe was het feest gisteren? Ja, wel leuk. Waarom ben je niet gekomen? Omdat Mark met Michelle was. Dat moet je je niet zo aantrekken. Je had gewoon moeten komen. Ik was te kwaad om met hem mee te gaan en later had ik spijt dat ik het niet had gedaan. Dan had je toch alsnog kunnen komen? Het heeft het laat geduurd. Ik durfde niet. Die Michelle, niet, je bent gek. Nee. Eerder die avond stond er een man in de tuin te loeren. Ik durfde niet meer naar buiten te gaan. Een man, een gluurder. Een gek.
Deze week is hij al eerder aan de deur geweest. Hij zegt dat mijn vader hem heeft er ontslagen en toen liep hij zo de kamer binnen. Oh, wat eng. Wat wou die? Weet ik niet. Mij bang maken in ieder geval. Maar de politie weet het nu. Ik heb ze gebeld. En ze letten nu extra op. Nou, gelukkig ben je niet alleen. Ik ben wel alleen. Laura is met vakantie. En papa is een paar dagen weg voor zijn werk. Waarom kom je dan niet zo lang bij mij in Trix logeren? Nee, daar moet ik over denken. Ik moet studeren en dan is het eigenlijk wel lekker als je alleen bent. Maar ben je niet vreselijk bang? Ik ben wel bang, maar ik laat me niet intimideren door zo'n idioot. Als ik hem zie, dan bel ik de politie. Oh ja, dat is waar ook. Suzanne belde me nog. Of we haar konden helpen op een borrel bij haar thuis. Ik ook. Ja, jij ook. Hapjes gaan brengen. Heb je tijd? Eigenlijk niet. Waarom kom je gewoon niet? Je hebt gisteren ook al de hele tijd thuis gezeten. Ja, en dan slaap je vanavond bij mij. En als die Engert dan weer komt en ziet dat er niemand thuis is, en dan geeft hij het misschien wel op. Zit dat in? Oké. Okay. Verdomme, Suzanne, dat kan je toch niet maken? Wil jij niet zo schreeuwen? Dit is mijn huis. Dat kan me niet schelen. Dit is de laatste keer dat ik op je heb staan wachten. Hoe lang jij hiermee doorgaat, hoe langer het duurt voordat die spullen klaarstaan. Dus je weet, je moet het zelf maar weten. Goed. Heb je alles geregeld? Ja, tot en met onvermijdelijke gerookte zalm aan toe. De bonnetjes liggen op je bureau. Wie gaat de hapjes rondbrengen? Ik heb Dian en Anita gevraagd. Oh, geweldig. Ik heb hier straks belangrijke zakenrelaties rondlopen. En jij laat ze bedienen door twee onervaren giechels. Als jou dat niet aanstaat, dan bel je ze maar af en dan zorg je voor vervanging. Reken er dan wel op dat je zelf met de hapjes rond moet, want ik doe het niet. Goed. Als je maar wel aan de kinderen uitlegt dat het een zakelijke bijeenkomst is en geen feestje. Ik zal ze vragen of ze niet willen lachen, ja? Met Suzanne Balk? Met Pieter. Meneer Terlinga, hallo. Ik heb op het moment niet zoveel tijd, want ik ben bezig met de voorbereidingen. Dat kan even wachten. Ik heb iets belangrijks met je te bespreken. En dat is? Is Frits op dit moment bij jou in de buurt? Die is hier, ja? Mooi zo. Laat er vooral niets merken wat ik je nu ga vertellen. Ik begrijp het. Wie is daar? De hotelmanager. Kan ik u even spreken? Een momentje. Sorry, ik deed net even een dutje. Ja, het spijt me dat ik u wakker maak, maar ik wil u iets vragen. Hoe lang denkt u dat uw verblijf hier gaat duren? Dat weet ik nog niet. Zolang als nodig is. Ja. Ik ben hier voor mijn rust, ziet u. Ja, een tijdje bij mijn gezin weg. Ah, ja, ja. Ik hoorde van de kamermeisjes dat u 's morgens nogal lang slaapt. Vindt u het goed dat ze in plaats van 's ochtends dan 's middags komen? Oh, dat is niet nodig hoor. Ik ruim mijn kamer zelf wel op. Ik ben nogal gesteld op mijn privacy. Dag mevrouw. Dag. Ik begrijp niet waar Suzanne blijft. Mooie dame, zij niet te vertrouwen. Nou, Suzanne wel. Ze heeft het laatste tijd nogal druk gehad. Misschien komt ze wat later. Ik begrijp wel waarom ze wegblijft. Hoezo? Eerlijk gezegd, Frits. Ik verveel me dood hier. Maar ik geloof dat dat mijn avond goed gaat maken. Ik begrijp het. Dian is inderdaad een heel aardig meisje, maar niet beschikbaar in die zin. Oh, nee? Nee. Excuseer me even. Dames, ontzettend bedankt dat jullie geholpen hebben vanavond. Wij redden het zelf verder wel. Oh, maar we vinden het hartstikke leuk om nog even te blijven, hoor. Ja, het is hier best leuk. Het lijkt me toch beter dat jullie nu vertrekken. Suzanne en ik ruimen straks zelf al op. En meneer Terlinga zal ons naar huis brengen. Dat had hij beloofd. Ja, dan hoeven we geen taxi te nemen. Dan betaal ik de taxi. Gaan de dames weg? Dan zal ik ze even brengen. Hadden we afgesproken. Oké. Kom. Vrijwel iedereen houdt een dagboek bij. Ook zichtverschrikking geweest, dat die valse open. En daar heb ik genoeg van.
Ja, wat krijgen we nou? Ik mag in mijn eigen huis toch wel tv kijken? Nee. Je hebt iets veel belangrijkers te doen. Oh ja? Wat dan? Je gaat nou naar Suzanne en je maakt het er goed met haar. Ik heb jou toch duidelijk gemaakt dat het hoofdstuk voor mij afgesloten is? Oh man, wat ben jij toch een stijfkop, hè? Heb je dan niet in de gaten, hè? Dat je de kans van je leven verspeelt? Suzanne wil jou, jij wil haar. Is dat zo moeilijk te begrijpen? Heeft ze dat tegen jou gezegd? Ja, dat heeft ze tegen me gezegd. En daarom kan ik niet zien dat jij hier langzaam zit weg te schimmelen. Kom op, joh. Hup. Nou, Suzanne. Hè? Zeg dat je het leuk vindt. Maak er wat van. Geluksvogel. Leuk dat jullie nog even langs wilden komen voor een drankje. Nou, we konden moeilijk weigeren. U reed hier regelrecht naartoe. Nou, je bent toch niet moe? Het is nog niet zo laat. Niet zo ernstig kijken. Proost. 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 Zeg, zouden jullie wat willen bijverdienen vanavond? Niemand weet het zeker. Als Huub die zuster kan vinden die de verpleegd zou hebben, dan weten we meer. Misschien dat zij er kan herkennen van de foto. Tot nu toe heeft niemand met 100% zekerheid kunnen zeggen dat zij het was. Simon, ze was ernstig gewond. Op de foto die jij liet zien was ze gezond en gelukkig. Het is toch moeilijk om iemand van een foto... Hier is Edan. Ze spreekt weinig Engels. Een van de paters heeft het uitgelegd. Laat de foto maar zien. Yes, that's her.